nadelen. Heel lekker gevoel. Eindelijk weg bij de jongens. Nee, natuurlijk. Ja, wat is het voor gevoel? 4 fantastische jaren natuurlijk hier gehad. En het is natuurlijk altijd raar, een laatste training. En de Eredivisie natuurlijk voor iedereen, voor heel Nijmegen, voor iedereen natuurlijk fantastisch. En vooral voor de trainer ook hier en zijn staf en de spelers uiteraard. Het was natuurlijk wel heel zuur en dat blijft pijn doen. Ja. Maar goed, aan de andere kant, ja, dit is de voetbalrijk blijkt. En je moet ook weer verder. En het gaat niet om het land Curaçao, ook niet om de spelers Curaçao. Maar het zijn bepaalde personen die hierbij betrokken zijn. En mijn liefde natuurlijk voor Curaçao en voor de spelers. En ik hoop dat ze al het beste resultaat halen wat mogelijk is. Maar met mij en met Guus Hiddink is daarna nooit een echt gesprek meer geweest. Ze zijn naar Curaçao geweest waar ze de kansarme minder bedeelde jeugd hebben geholpen op scholen. Ze verzamelen spullen die we op Curaçao weer kunnen gebruiken met mijn stichting. En dat is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel ook geweest voor mij hier.